Jullie hebben een vrouw, een ijsje en een yoghurt, hè? Ook goed. In plaats van de fruitsalade. Hoe heet mij ook? Goed, goed. Ja. Nee. Smakelijk, hè? Prettige dag verder. Middag in de Mayflower. Wie dat wenst, krijgt zijn lunch op de service flat geleverd. Tijdens de twee lockdown-periodes was bediener Gerald het enige sociale contact voor de bewoners. Maar sinds enkele weken is ook het restaurant hier opnieuw open. Al moeten de bewoners apart tafelen. Het is voor hen vaak het enige sociale contact van de dag. Een contact dat ze tijdens de laatste lockdown hier heel hard gemist hebben. Hola guapo. Goedemiddag. Wat ga je drinken? Oei, wat is het? Vis vandaag. Vis? Ja. Witte wijn. Witte wijntje? Okay. Een restaurant is gelijk het hoofdpunt van de mensen van de dag. Eerst hebben, wanneer dat ze naar beneden komen, dan zien ze elkaar residenten, ze komen in contact met andere mensen. Rita de Lansheer de Walen is een van de bewoners die met veel plezier terugkomt eten in het restaurant. Ze was blij om haar medebewoners terug te zien, maar ook een beetje geschrokken. Ik vind dat we allemaal, zoals men zegt in het Frans, un coup de vieux gehad hebben. Vind ik. We zien er allemaal ouder uit, vind ik toch. Fysisch. Mentaal, dat weet ik niet, want daar ga ik niet aan. Maar toch vind ik, het is fysisch een slag geweest, vind ik. Wel, we hebben inderdaad gezien dat veel mensen door het isolement van het voorbije jaar sterk achteruit gegaan zijn. Omdat zij toch vele maanden op hun appartement zijn moeten verblijven zonder bezoek, zonder contact met andere residenten. We hebben hier heel veel activiteiten die mensen samenbrengen. Elke dag is er wel iets te doen, buiten coronatijd dan. Dat valt nu allemaal weg. Al die activiteiten in het salon, 3-4 tafels dagelijks. En die spelen kaart, dat is gedaan. Die zien elkaar niet meer. Wij hadden aperitief, een gezamenlijk aperitief, georganiseerd door het huis. Op die aperitief en kaartnamiddagen is het nog even wachten. Maar buiten mag er intussen weer een potje betank gespeeld worden. En ook bezoekers zijn opnieuw toegelaten. Al waren er die ook tijdens de lockdown bezoek over de vloer kregen. Zeker in de eerste lockdown hebben we gezien hoe inventief mensen kunnen zijn om bepaalde regels toch te omzeilen. Dan kwamen mensen binnen via de garagepoort, zodat men het onthaal niet moest passeren. Of men kwam via de tuin binnen om dan zo over de muurtjes van de terrassen te kruipen om bij mensen op bezoek te kunnen gaan. Ondanks die heimelijke bezoekjes hebben hier tot nu toe slechts 2 bewoners positief getest.